Het streven van de regering Santokki Brunswijk is om zoveel als mogelijk te communiceren met het volk. Vandaar dat de regering op geregeld basis en frequent met de samenleving wil communiceren. Of dat nou is middels persconferenties, persberichten of op andere wijze. De president die heeft vandaag aan de leiding gestaan van hun persconferentie, waar hij in is gegaan op een aantal brandende issues. Ook de verschillende ministers waren aanwezig. Het is een vrij lange persconferentie geweest, maar wij voeren nu naar president Chandrika Prasad Santokki bij de persconferentie van de regering. Nadat wij aan het parlement dat klein pakket van maatregelen gepresenteerd hadden, dat wij noodzakelijk moeten treffen om onze economie, met name onze financiële huishouding, gezond te krijgen. En waarvoor we ook goedkeuring gekregen hebben van het parlement, hebben we het traject ingezet om dat klein pakket van maatregelen te bespreken in de Sociaal-Economische Raad, de SER. We hebben het ook gestuurd naar de Rafaksuur en ook de Vereniging van Economisten in Suriname. Daarnaast hebben we dat ruimer pakket van maatregelen ook gestuurd voor het VES, de SER en de Rafaksuur. De SER heeft al vergaderd en de SER heeft de regering geïnformeerd met een toelichting dat ze graag holistisch willen kijken naar het pakket van maatregelen, dat ze ook de regering complimenteren met de gedurfde stappen, maar tegelijkertijd aan de regering vragen om meer tijd. Wij hadden gevraagd binnen een week advies te geven aan ons met betrekking tot het klein pakket van maatregelen en binnen 3 weken ons te willen adviseren met betrekking tot het groot en breed pakket van maatregelen. Wij als regering hebben haast. Waarom hebben we haast? Omdat het volk haast heeft. Het volk wil zo snel mogelijk uit de crisis. Het volk is ongeduldig. En dat oefent druk uit op de regering. En wij als regering hebben ons huiswerk gemaakt. Dag en nacht hebben we gewerkt. En nu willen we de maatregelen goed voorbereid. In goed overleg. Op basis van een goede tijdlijn. Integraal. Coherent. Gaan uitvoeren. En dat overleg kost ja veel tijd. Maar we gaan die tijd nemen. Alleen gaan we een beroep blijven doen op onze partners, sociale partners, om ook rekening te houden met de druk vanuit de samenleving. We willen de economie herstellen. We willen dat volk zo snel mogelijk uit de armoede komt. Uit die druk, de sociaal-maatschappelijke druk, de financiële druk. We hebben eergisteren overleg gehad met Rafaksuur. En daarbij is nogmaals een beroep gedaan op Rafaksuur om ons te willen ondersteunen in het pakket van maatregelen door ons goede adviezen te geven. Ze hebben nog 2 weken tijd daarvoor ook gevraagd. Ze tonen ook begrip voor de maatregelen. Echter wensen ze dat we overleg blijven voeren als we die maatregelen gaan implementeren. En we hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid om alvast onze eerste exercities te presenteren aan Rafaksuur over het beleid wat de regering wenst te voeren met betrekking tot EBS, met name naar de EBS-tarieven. Dat gaan we ook doen voor de SER, zodat we een goede understanding hebben. En dat we weten dat als we achter die maatregelen staan, dat het 1 draaglijk is, redelijk is, billig is, uitvoerbaar is. En dat we daarmee een bijdrage leveren aan het geleidelijk afbouw van de subsidie bij EBS. Gisteren heb ik overleg gehad met de voorzitter van C47, waarbij ik hem ook een update heb gegeven van de staat van zaken. Dat moest ik doen omdat C47 niet aanwezig was op de Rafaksuur vergadering. Dus ook daar hebben we goede informatie gedeeld. Met CLO hebben we ook deze week overleg om verder te praten over de overeengekomen salarisverhoging met de vorige regering, hoe we daarmee zullen omgaan.
En dat we op basis van een goede understanding ook rekening houden met de crisis. Vooral deze maand, oktober, waarbij we voor einde van deze maand meer dan 26 miljoen Amerikaanse dollar moeten betalen aan de Oppenheimer rente voor Oppenheimer inlening. Het is zwaar. Het is zwaar voor de samenleving. Het is ook zwaar voor ons. En we zoeken oplossing. En we gaan met ieder praten die ons daarbij zou kunnen ondersteunen dat we ons land niet in een vervelende financiële situatie internationaal gaan plaatsen. Vervolgens, mijn mensen, gaan we praten en overleg voeren met alle andere belangrijke stakeholders om te zorgen dat iedereen goed geïnformeerd is. We hebben ook afgesproken, want we hadden gezien dat we wel ontmoeting hebben met heel wat organisaties en ik ook ontmoeting heb met heel wat journalisten. Maar we hadden het over het hoofd gezien dat we nog geen ontmoeting hadden met de mediahuizen. Dus pakken dat op komende week, dat we ook de directie, de besturen van de mediahuizen ook gaan uitnodigen om ook goed overleg met hun te hebben. En het tweede wat wij inmiddels beslist hebben, en dat komt ook vanuit de oproep uit de bezoeken van de districten, daarop kom ik straks terug, dat men veel informatie nodig heeft. Dat men liefst rechtstreeks communicatie wil vanuit het hoogste niveau van het land. En het blijkt inderdaad een enorme informatiebehoefte te zijn, ondanks dat er zoveel berichten van u verschijnen in de media. Men wil gewoon rechtstreeks met de regering communiceren. Dus gaan we dat moeten doen. Dus we hebben besloten dat we elke week, dat moet ik even kijken, welk kanaal het zal moeten zijn, dat de president een radioprogramma heeft, maar een kanaal dat landelijk bereik zal hebben. Zodat ik elke week de informatie zal geven over het regeerbeleid, de maatregelen die we treffen. En hopelijk dat we daaraan ook een stukje interactie kunnen koppelen, maar de mediadienst gaat dit allemaal verder uitwerken. Met de vakbonden is ook afgesproken dat de regering een voorstander is, namelijk dat de vakbonden participeren in de raden van commissarissen, in de raden van besturen. Maar het is zo namelijk dat niet alle statuten daarin voorzien. Het is namelijk zo dat bepaalde van die raden van commissarissen of raden van besturen bij wet zijn geregeld, waarin de positie van de vakbond niet is opgenomen. En wij hebben als regering beslist, als dat het geval mocht zijn, dan moet op de algemene aandeelhoudersvergadering, de AFA, besloten worden dat de vakbond een plaats krijgt binnen de RVC. Of dat in de vergadering van raad van bestuur ook besloten wordt, namelijk dat de vakbond een plaats krijgt in het bestuur, totdat de statuten, totdat de wetten veranderd zijn. We geven een stukje erkenning aan de vakbondsrechten en wij vinden namelijk dat werknemers die een belangrijk onderdeel vormen van het bedrijf, van de onderneming, dat die ook een plaats moeten hebben om samen met ons, vooral in deze fase, bij te dragen om het land uit de crisis te halen, maar meer nog, dat we alle parastatale bedrijven gezond willen maken en dat daarbij de arbeiders ook een belangrijke rol zullen moeten vervullen door vertegenwoordiging van hun in de vakbondorganisaties. Van groot belang voor ons op dit moment is, en u merkt namelijk de perikelen die ontstaan als gevolg van onzekerheden bij bepaalde doelgroepen binnen de overheid, namelijk wat hun rechtspositie is. Daar heb ik als president de instructie gegeven aan alle ministers op basis van het advies wat we gehad hebben van de presidentiële commissie personeelsaangelegenheden. Namelijk dat we alles nu gaan rangschikken in verschillende doelgroepen. En de eerste doelgroep is namelijk de groep van wie blijkt dat alle stukken in orde zijn, resolutiebeschikkingen, dat alle onderliggende stukken kloppen, dat alles conform de wettelijke regels en procedures zijn gegaan, dat die groep alvast in het systeem mag van de overheid. Daarna gaan we naar de andere groepen kijken, waar er stukken ontbreken, waar er onjuistheden zijn, om te kijken of er aanvulling daar kan komen. En daarna naar die andere categorieën waar er totaal geen stukken zijn. En ook ambtenaren die niet eens weten dat ze ambtenaar zijn. En dat ze via horen dat ze ambtenaar zijn. Dat ook die groep allemaal gaan uitnodigen. De minister van Binnenlandse Zaken is bezig met een goede registratie. Om daar een goede filtering te krijgen wie wat is. Maar het heeft onze aandacht. Deze doelgroep.
Daarnaast hebben we als target voor elke maand, laat er geen onzekerheid zijn bij ambtenaren, bij pensioengerechtigden, bij onze senioren burgers die op AOV wachten, de kinderen die hun kinderbijslag moeten krijgen, de personen met beperking die uitkijken naar een financiële bijstand. Die dingen moeten betaald worden. Die dingen worden als eerste, met name pensioenen, met name vergoedingen aan kinderen, personen met een beperking, die hebben hoogste prioriteit. Dat ze hun gelden krijgen elke maand. Dat die verhogingen die door de regering zijn goedgekeurd, ook betaald worden conform de tijdslimieten die daarvoor zijn aangegeven. En daarnaast zorgen dat die ambtenaren hun salaris krijgen. En ik mag het regeerteam complimenteren, zeker de minister van Financiën, dat hij in staat is geweest in de maand september zonder 1 cent lening de salarissen op eigen kracht te betalen, wat de vorige regering afgelopen 3 jaren is niet gelukt. En zij hebben slechts salarissen kunnen betalen met leningen en leningen en leningen en leningen. Dat is als gevolg van prudent beleid, dat is gevolg van bezuiniging, dat is gevolg van non-corruption, dat is gevolg van zorg dragen dat die gelden daar komen waar ze terecht moeten komen en dat die gelden niet komen in zakken waarin ze niet thuis horen. Vervolgens hebben we een grote uitdaging voor de maand oktober naast salarisbetaling, dat wij ook die Oppenheimer-leming moeten kijken. Ik hoop dat ons lukt. Als het niet lukt, dan zullen we internationaal moeten nagaan wat we daarmee moeten doen. Daarna zijn we naar de districten gegaan als regering. Onder leiding van de president, vergezeld van de vicepresident en teams van ministers. We zijn gegaan eerst naar Komowijnen, vervolgens naar het district Para. Daarna Saramaka, Nikeri, Koroni. Wat is het doel? Contact blijven onderhouden met het volk. Zelf meemaken onder welke omstandigheden het volk moet leven. Zelf van hun horen wat de problemen zijn. Zelf bezichtigen van enkele zorggebieden in hun districten. Maar ook vernemen wat de plannen zijn van de lokale gemeenschap en het lokaal bestuur. En ik kan u zeggen, je krijgt veel informatie. Het was ons eerste bezoek na de verkiezing van 25 mei 2020. En we hebben harde campagne gevoerd. We waren op straat, meet the people, in alle wijken waren we. En het hoort ook zo dat je teruggaat naar het volk. Om hun uit te leggen wat je beleid is, wat je beloofd hebt en dat je dat gaat waarmaken. Helaas zaten we met COVID-beperkingen. Maar naarmate we zien dat er een klein beetje normalisatie komt, maken we gebruik van die normalisatie. Om ook te gaan naar de samenleving, om met hun afspraken te maken hoe die problemen samen op te lossen. Welke problemen op districtsniveau opgelost moeten worden met welke middelen en welke problemen op centraal niveau via de centrale overheid opgelost moeten worden met welke middelen, binnen welke tijdlijn. Een andere informatie die deze bezoek oplevert is namelijk dat volk begrijpt, ze hebben pijn. Ja, we hebben die pijn gevoeld van het volk bij die bezoeken. Pijn van de crisis veroorzaakt door de vorige regering. Maar ook pijn die wij als nieuwe regering zien als gevolg van de maatregelen die we treffen. Maar daarnaast zien we begrip, daarnaast zien we vertrouwen, daarnaast zien we hoop dat het wel goed komt. Met name als ze horen wat de tijdlijn is die wij als regering daarvoor uittrekken om het land en het volk uit de crisis te halen. En dat is de kracht wat wij nodig hebben, dat is de veerkracht die wij als Surinaamse samenleving hebben. Dat we inderdaad in een diepe crisis zitten, maar dat we samen eruit zullen komen. Door in eenheid te werken, door elkaar te ondersteunen. En niet door elkaar neer te halen, naar beneden te trekken, dat hebben we even niet nodig. En dat is wat we hebben gezien in de districten, ondanks de moeilijke situatie waar het volk terecht is gekomen, dat er vertrouwen is. En met deze beelden zijn we dan gekomen aan het eind van TBN Prime Alert. Bedankt voor het willen kijken. Heeft u nieuws, dan kunt u bellen, sms'en en of appen op het telefoonnummer 87-493. E-mailen kan naar tbn.primealert@radiotrishul.com. Bedankt voor het willen kijken en graag tot morgen.